is vandaag zaterdag. Moet ik even nadenken. Ik ben het even kwijt. 10 maart. Ja. Nee, ik heb er alleen hoor. Dankjewel. Ja, er wordt hier van alles uitgedeeld bij KPN. Oei, mag geen reclame maken. Maar het is een gezellige boel vergeleken met gisteren. Een hele andere entourage. Vandaag zijn zowel de heren als de vrouwen. Dus misschien dat dat ook ermee te maken heeft. Het is een stuk drukker en aangenamer. Ook een ander tijdstip. Want het is nu zo'n beetje 3:30. En over 3 kwartier beginnen de heren met hun toernooi aan de 500 meter. Nou, dat is een lastige afstand voor allrounders. Daar moeten ze eigenlijk de cracks moeten proberen om hun verlies zo beperkt mogelijk te houden. Nou ja, dat is een bekend verhaal. En daarna komen de dames op het ijs voor de 1500 meter. En misschien dat Irene Wüst wat van haar achterstand kan wegwerken. Zo moet ik het zeggen. Dus dat moeten we nog even afwachten uiteraard. En ik zit op een hele andere tribune dan gisteren. Waarschijnlijk wat hoger. Daardoor heb ik wel beter overzicht. Maar ik zit er dan ook wel wat verder vanaf. Nou ja, dat heeft ook wel weer zijn nadelen natuurlijk. Ik probeer leuke opnames te maken. Ik loop nu de KPN tent, het paviljoen in, waar gisteren Xander de Bousselier optrad. En ja, het is niet zo heel erg druk. Ik denk dat er al veel mensen op de tribune zitten. Nou, je hoort het. De sfeer zit hier in elk geval goed in. Straks, even kijken over nog eventjes. Kijk, hier staan er nog twee. Die gaat je ook helpen. Die gaat je snel allemaal helpen. Even kijken. Moet eventjes naar die kant gaan staan, want dat staat leuk voor de mensen thuis. Patrick Roes komt vandaag in actie. Hoe oud is Patrick Roes? 24 is niet goed.